Ooit was Brabant het centrum van de Nederlandse textielindustrie. Niet zo verwonderlijk, want Brabant was toen bedekt met hei. Op de hei lopen schapen, schapen geven wol. En zie daar de grondstof in overvloed. Nog in 1950 stond in Tilburg alleen al meer dan de helft van de Nederlandse textielfabrieken. Die textielfabrieken zijn inmiddels nagenoeg verdwenen, maar tapijtfabrieken zijn er nog steeds. Sterker nog, Nederland is het derde tapijtproducerende land van de hele wereld. Een hele grote speler in dat veld is Dessel in Waalwijk. Een kwart van alle tapijttegels in Europa wordt hier gemaakt. Maar ook bijvoorbeeld de blauwe lopers ter inhuldiging van koning Willem-Alexander. Of de vloerbedekking bij de nachtwacht in het Rijksmuseum. En wie met KLM en Transavia vliegt, die hoeft enkel naar de vloer te kijken. En dan ziet hij Dessel. Roland Jonkhoff, directielid. Ja. Ja. Jullie tapijten zijn werkelijk overal in de wereld terug te vinden. Op cruiseschepen, Queen Elizabeth, grote hotelketens, zelfs in de vergaderzalen van de Verenigde Naties. Klopt. Hoe is dat succes te verklaren? Het heeft echt te maken ook met de passie en de drive van de mensen en de kennis die we hier binnen de organisatie hebben, die gewoon heel erg breed is. Maar daarnaast hebben we een hele specifieke toepassing voor tapijten. We zijn echt met die ontwikkeling bezig en die innovatie bezig. En die innovatie is echt de kracht waardoor we overal gebruikt worden. Jullie maken niet alleen tapijten, jullie zijn ook heel vroeg al begonnen met fabricage van kunstgras. Ja, klopt. Een van de producten die we nu hebben is eigenlijk een hybride gras, waarbij je kunstgras injecteert in normaal gras. En daardoor krijg je een heel sterk systeem, wat nu ook voor de wereldkampioenschap in Brazil weer gebruikt gaat worden. Ik las ergens dat jullie het principe huldigen van cradle to cradle. Ik vertaal dat maar even van wieg tot wieg. Wat is dat? Eigenlijk is het een verregaande vorm van recycling. Recycling is natuurlijk al een heel bekend begrip. Maar cradle to cradle gaat net wat verder. Die zegt van als je nou gaat recyclen, gebruik dan echt pure materialen. En gebruik ze zo en bouw ook je systemen zo op dat je het heel goed weer kan hergebruiken en kan splitsen. Dus zelfs bij de ontwikkeling van onze nieuwe producten houden we er al rekening mee dat we zoveel jaren later dit systeem weer uit elkaar gaan halen. Duurzaamheid dus. Absoluut. Tegenwoordig een heel belangrijk aspect. Ja. Gezondheid ook. Ja. Ja. Als je nagaat dat je 80-90% van je tijd ben je als mens binnen. Ja, we zijn allemaal bezig met die buitenluchten en de fijnstof buiten. Maar binnen is veel belangrijker. Dus wat wij als visie ook hebben is dat het tapijt van Dessel echt bij moet dragen aan de gezondheid en het welbevinden van de mens. Laatste innovatie is het lichtgevend tapijt. Dat lijkt wel een sprookje uit de ene nacht. Ja. Vertel eens. Ja, dat is een fantastische ontwikkeling die we samen met Philips hebben gedaan. We doen dat vaker, dat we met andere partijen wereldwijd actief zijn. Philips is daar een van onze partners in en hebben een tapijt ontwikkeld waaronder LED-verlichting geïnstalleerd kan worden. En in plaats van dat je een projectie op je tapijt hebt, komt dus het licht eigenlijk door het tapijt heen. Ja, en er zijn natuurlijk legio mogelijkheden voor aan wegbewijzing, maar denk ook aan safety als je een noodsituatie hebt. Dat je gewoon met pijlen de mensen naar de nooduitgang kan brengen. Nou, als dit niet bijzonder is. En samenwerking met partners buiten de eigen branche, dat is de toekomst. Zoals ze dat hier doen. Dus samenwerken met kunstenaars, met designers, met voetballers hè, voor dat gras. Met gezondheidsdeskundigen, met Philips. En dergelijke allianties leveren geheel nieuwe producten op. Dat is dus echte innovatie. En daarin loopt Brabant helemaal voorop. Nou, volgens mij iets om trots op te zijn.